Oké, dus ik moet me goed uitstrekken. Hè? Heel hoog. Heel hoog. Ja. Inademen. Door de neus. Uit door de mond, inderdaad. Oké, dus dit is een perfecte micropauze. Dat klopt. Vooral voor mensen die een zittend beroep hebben. Hè? Ja, zeker. Ja. Het voelt nu al lekker, moet ik zeggen. Ah, heerlijk, perfect, ja. Hè? Geef wat meer ruimte. Ja, precies. Ja, ja. Nou, en omdat lekker in je vel zitten heel belangrijk is, heb jij, Jeroen Posma van Chiropractie Leiden, een simpel maar heel efficiënt systeem bedacht. Hè? En het bestaat uit 3 elementen. Eat and drink well, think well en move well. Dat klopt helemaal. Ja. Nou, we zijn al begonnen met het move well, zoals je zag. Maar wat is eigenlijk de samenhang tussen het eat and drink well, het think well en move well? Als je kijkt naar het zenuwstelsel zelf, het zenuwstelsel is de supercomputer. Dat stuurt alles aan. Ja. Dat, al die zenuwbanen die komen hier via dan de hersenstam, zeg maar, door naar niet alleen je ruggraat, maar ook je organen. Dus wat hebben die zenuwcellen nodig? Nou, die hebben zuurstof nodig, want ja, zonder lucht hou je het niet lang vol. Ja. Die moeten gezonde suikers hebben, dus gezonde bouwstoffen. En die moeten geprikkeld worden. En de meeste prikkeling krijg je door beweging. En daarom is die beweging zo belangrijk. Kan je dan zeggen dat elke soort beweging goed is? Of? Je moet terugdenken naar de vis bijvoorbeeld, die in het water zwemt. Ja. Als die zeg maar heen en weer gaat, hè, die prikkelt al die zenuwbanen hier langs. Ja. En 70% van dit input drijft dus de hersenen aan. De mensen die hebben dan juist de zwaartekracht. Die moeten tegen die zwaartekracht recht blijven. En iedere keer als je loopt, dan gaat zeg maar die hele zeg maar de wervelkolom heen en weer. Dat stimuleert al die zenuwbanen. En er wordt geschat dat 70% dus van alles wat je aandrijft dus vanuit die beweging komt. Dus ons advies is lopen. Als je loopt, dan klaar je vaak ook je gedachten, ja, en frisse lucht is goed, neem ik aan. Ja, dat klopt. Het think well patroon is ook van hoe jouw gedachte goed is. Dus als je iets half vol ziet of half leeg, weet je, zo'n glas, nou dat is belangrijk. Maar je kan ook positieve gedachten op je keukenkastje zetten of zo. Dat je denkt van, hey, vandaag wordt een geweldige dag. Of ik wil eind van het jaar wil ik zoveel beter zijn. Of zo. Je bent mooi sticker op je spiegel. Ja, inderdaad. Dat zijn positieve affirmaties. Ja. En wat we ook adviseren is, denk naar je dag van, wat nou waren nou 3 dingen die echt, weet je wel, je blij maakt, die goed waren. En dan even teruggaan van, ja, het zijn toch wel leuke dingen. Dan blijf je toch positief gestemd. En dat is ook heel belangrijk voor je boel. Ja. Positief denken heeft invloed op het lichaam. Bepaalde hersencellen maken het gelukstofje endorfine aan. Dit heeft een pijnstillende werking, remt ontstekingsreacties en brengt het lichaam in een verdovende roes. En Jeroen, je zei net wandelen, hè? Is iets wat je thuis kunt doen. Zijn er ook andere oefeningen die simpel te volgen zijn? Ja, zeker. Een van de oefeningen die we vaak adviseren voor mensen die aan een bureau werken of dergelijke en de bovenrug vrij willen maken. Ja. Dat noemen we de Thoracic Range of Motion oefening. En ik kan het met je even doornemen. Nou, heel graag. Daarvoor kan je het best even gaan zitten. Even zitten. Heel goed. Dat is zodat je in ieder geval een stabiele positie hebt. Zodat als je straks met je romp wil draaien, dat je niet vanuit je voeten gaat. Knieën. Ja, okay. Nou, je hebt 3 niveaus vanuit je bovenrug. De onderste niveau kan je doen als je handen voor je zet en dan een beetje laag. Ja. En dan gaan we straks in het middenstuk hier en dan straks eentje hoog onder de kin. Maar je kan laag beginnen en dan draai je met je hele bovenrug en je hoofd naar 1 kant toe. Ja. En dan draai je rustig terug naar het midden en dan draai je rustig de andere kant uit. En dan als je een restrictie of wat irritatie voelt, dan ga je alleen tot waar je kan. Okay. Ja, dan doe je het tweede niveau, zet je je midden in, doe je zeg maar helemaal naar rechts en dan weer terug in het midden en helemaal naar links, terug in het midden. En de laatste is dan zeg maar onder de kin. Ja, heel goed. Dan ga je helemaal 1 kant en dan terug. En dan weer naar de andere kant. Zo kun je dat doen. En dat adviseer ik mensen bijvoorbeeld 's ochtends, 's middags, 's avonds. Als je al aan tafel zit, dat is een goed moment om dat te doen. Oké, dus deze oefeningen zijn voor iedereen, hè, jong en oud, goed. Mm-hmm. Maar hoe werkt het nou als ik bij jou kom, hè, en we hebben mij net gemeten en we hebben gezien dat ik een beetje scheef ben, hè, uit het lood. Klein beetje, ja. Ja, dan krijg ik dus oefeningen die echt op mij zijn toegespitst. Dat klopt. Ja? Dat klopt. Maar voordat dat we je die oefeningen adviseren te doen, dan zeggen we dat het belangrijk is dat je eerst je wervelkolom laat checken. Want die kleine veranderingen die we daarin zien, die lossen we vaak eerst op. Dat kan chiropractisch gebeuren. Ja. Dan daarna, als je dan een goede balans hebt in die houdingsspieren en die core, dan kan je die gaan trainen. En dit soort mobiliserende oefeningen kan je eigenlijk vrij snel doen. Maar andere oefeningen, het is over versterking, dat kan op een latere fase. Zodat je het dan zelfstandig
via de sportschool of met een trainer of wat dan ook, dat je die zelf kan uitvoeren. Dan kan je je sporten weer een beetje beter oppakken. Ja. Dus het werkt een beetje in kader van preventie eigenlijk ook. Ja. Zodat je optimaal je balans hebt en dan kan je beter je, je zeg maar, activiteiten uitvoeren. Ja. Maar dan kijken we niet alleen naar dat stukje, maar ook van hoe zijn je eetgewoontes, weet je, wat zijn je andere dingen die dan zeg maar, dat zenuwstelsel kunnen beïnvloeden. En daar geven we ook adviezen voor. Karen, fijn dat ik je wat vragen mag stellen tijdens je behandeling. Maar je bent al lange tijd patiënt bij Jeroen, hè? Ja. Ja. Waarvoor ben je hier in de eerste instantie gekomen? Omdat ik last van mijn rug had. Ik ben violiste van beroep, dus ik kreeg dus pijn bij het spelen. En ik dacht, nou, dit voelt niet goed. En ik dacht, nou, die chiropractie, dat sprak me wel aan, omdat het een zachtaardige manier van behandelen is. Ja. En nou, het bevalt me heel erg goed. En wat bevalt je er zo goed aan? Nou, het is het voorkomen van erger. Het voorkomt dat ik dusdanig vast kom te zitten met mijn houding als violiste, dat ik mijn vak niet kan uitoefenen. Ja. Dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ja. Je had pijn hè, tijdens het spelen, zei je. En waar zat dat en is dat nu weg? Vooral in mijn schouder en in mijn nek. En aan die kant speel je natuurlijk ook. Daar zit die viool. Dus, en je zit natuurlijk met een draai in je arm. Dus ja, je zit heel lang in één houding. En dat kan gewoon wat vervelend zijn. Ja, ja. Maar die klacht is nu eigenlijk weg. Ja. 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 Ja, 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 en dat zonder prikken. Geweldig. En Karen, kom je hier nu wekelijks? Nee, meestal eens in de 2,5, 3 maanden zo. En als het nodig is, dan kan ik gewoon bij Jeroen altijd aankloppen van goh, ik heb veel concerten en ik moet veel spelen. Zou het even wat eerder kunnen? Dat kan altijd. Oké. Okay. Ja. En wat maakt het bezoeken van deze chiropractie nou zo aangenaam? Nou, je staat centraal hier en er wordt ontzettend goed naar je geluisterd waar je voor komt. Dus ik overleg met Jeroen, wat gaat hij doen? Hij legt heel goed uit wat hij gaat doen, waarom hij het doet. Geeft adviezen wat er naast nog gedaan kan worden. Beetje thuis, dingen, oefeningen. We hebben het niet alleen maar over dat soort dingen, maar ook over eten, over voeding, over houdingen met zitten, staan. En dat voelt heel prettig daardoor. Ja, ja. Fijn. Nou, ik wens je heel veel succes en bedankt. Ja, graag gedaan. Ik laat Jeroen nu verder gaan. Nou Jeroen, we hebben net het Move Well, maar ook het Think Well aspect besproken, hè, van het stappenplan, zeg maar. Ja. Hoe zit dat met het Eat and Drink Well? Wat kun je me daarover vertellen? Nou, dat is heel belangrijk. Het blijkt dat hier in Nederland, maar ook in andere landen, dat we heel veel efficiënte koolhydraten naar binnen krijgen. En die koolhydraten, dan gaat je bloedsuikerspiegel omhoog. En wanneer je bloedsuikerspiegel omhoog gaat, dan moet je lichaam insuline aanmaken. Nou, die insuline aanmaken, dat gaat gepaard met cortisol. En cortisol is een stresshormoon. Ja. Dus wat je ziet is dat mensen vanaf hun 40ste bijvoorbeeld, dan hebben ze veel meer moeite om dan op gewicht te blijven. We zien ook dat mensen die chronische ontstekingen hebben, en veel van de mensen die chiropractisch behandeld worden, die hebben vaak ook ontstekingklachten. Die kunnen die processen dan verbeteren als ze zeg maar koolhydraatarm eten. Is dat zo, ja? En koolhydraten moet je denken aan de brood, de pasta's, de rijst en dergelijke. En vooral zoetigheid. En dat probeer te vervangen met meer natuurlijke producten. Dus wij adviseren mensen om bijvoorbeeld zoveel groente en fruit dat ze willen, mogen ze allemaal hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld die melkproducten vervangen door water. Veel water drinken bijvoorbeeld, 1,5 liter per dag. Groene thee is een goede. Heeft veel antioxidanten. Ja, en over antioxidanten, zelfs een glaasje rode wijn heeft goede eigenschappen. Oh, dat is goed nieuws. Dus minder melk, meer rode wijn. Die houden we erin, ja.
Nou, en dat zijn dingen die dus mensen niet weten. Is bijvoorbeeld, er zitten in producten die voorverpakt zijn. Er zitten allerlei conserveermiddelen en dergelijke. En die hebben ook een negatieve invloed op je lijf. En alles wat circuleert via je voeding, dat gaat ook weer door naar je zenuwstelsel. En dat kan je dus beïnvloeden. Vandaarom dat voeding zo belangrijk is. Oké. Dus die hele samenhang, hè, van die drie aspecten. Dat is eigenlijk ook de filosofie van waaruit jullie werken hier bij Chiropractie Leiden. Hè? Dat klopt. Dus het is een hele holistische aanpak eigenlijk. Inderdaad. We kijken dus de mensen totaal. Dus niet alleen het skelet en de wervelkolom. Ja. Maar we kijken dus die zenuwfunctie van, oké, is die balans wel goed? Dan wat zijn de eetgewoontes van iemand? Neemt iemand voldoende rust bijvoorbeeld? Wat voor werk heeft iemand? En dan bekijken we de totale situatie en dan geven we adviezen op maat. Echt op maat, ja. Specialiseerd zijn? Nou, binnen de chiropractie, wat ik net opgenoemd heb, dat is een holistische basis, dat hebben we allemaal. Ja. En daarna specialiseren we ons in verschillende vakken, bijvoorbeeld een is met kinderen wat meer bezig en de andere is meer met sportblessures. En bij ons hebben we de interesse in het zenuwstelsel, dus wat we noemen de functionele neurologie. En daardoor leren we dan klachten juist liever voorkomen dan genezen, doordat we bepaalde facetten van het zenuwstelsel kunnen checken. En aan de hand van die check die we dan doen bij iemand, kunnen we zien van functioneert dat goed of niet. En dat kunnen we dan op dat moment adresseren om dan problemen te voorkomen. Ja, maar kun je hier ook terecht als je gewoon helemaal geen klachten hebt? Als je denkt van nou, ik zou het mijn systeem wel kunnen optimaliseren? Zeker, het is mooi als je zeg maar, zoals we eerder zeiden, klachten kan voorkomen. En als je dan die analyse maakt van de houdings- en bewegingsapparaat en je controleert de algehele zenuwfuncties, dan kunnen kleine nuances al eerder gecorrigeerd worden om dan preventief te werken. Dus het kan eigenlijk heel goed uit preventie. En dat is eigenlijk wat we proberen te doen, is als we mensen beter hebben, beter houden. En dat kunnen we soms doen met een periodieke check, zo nu en dan. Oké, dat kan ook. Jazeker. Ja. Wat voor opleiding moet je eigenlijk volgen om chiropractor te worden? Nou, om chiropractor te worden kan je dat helaas nog niet in Nederland doen. Oké. De meeste chiropractoren hebben allemaal zeg maar in het buitenland gestudeerd of zijn van buitenlandse afkomst. Ik heb zelf in Amerika gestudeerd. Maar nu in Europa, daar kan je in Engeland, kan je in Noorwegen, in Zwitserland, in Frankrijk, Spanje, zijn al verschillende opleidingen. Maar niet in Nederland? Niet in Nederland nog steeds. Maar wil je daaraan doen, dan moet je zeg maar een vijfjarige academische opleiding volgen. Voorafgaand met een VWO-diploma dat je eerst hebt. En ik geloof dat je natuurkunde, wiskunde, scheikunde zijn de belangrijkste basis die je daarin moet hebben. Maar Jeroen, is het nu ook zo dat die holistische aanpak, zeg maar, al begint bij het stellen van de diagnose? Jazeker, want nogmaals, naast de bewegingsapparaat waar al die zenuwbanen inkomen, die hersenactiviteit stuurt ook alle inwendige organen aan. Dus het is heel belangrijk ook te kijken naar kraniaalzenuwfunctie. Dat is bijvoorbeeld hoe iemands visus is, hoe iemand hoort, hoe de spijsvertering werkt, de hart, de long. Die analyses moet je daarbij maken, zodat je zo nauwkeurig mogelijk kan bepalen van waar is de kern van de haard van wat we voor iemand moeten doen. En dat is voor iedereen anders. Ja. Dus inderdaad, de diagnostiek, dat gaat vooraf, dat is het meest belangrijk van alles, denk ik. Ja. Nu hebben jullie als praktijk een heel erg hoog tevredenheidscijfer. Hè? Wat benoemen die klanten nu als opmerkelijk? Waarom zijn ze zo tevreden? Nou, ik denk dat vaak chiropractie uitkomst kan bieden voor klachten die vaak behandelingresistent zijn. Omdat daar misschien niet de onderliggende oorzaak is behandeld. Daarentegen, wij spenderen meer tijd met mensen. We luisteren ook van wat is het probleem. Dus we geven meer individuele aandacht, denk ik. En ik denk dat dat voor heel veel mensen een belangrijke beweegreden is, dat ze zich prettiger voelen wanneer ze dan chiropractisch behandeld worden dan misschien anders. Ja, er wordt op heel veel manieren naar deze mensen geluisterd en zeker, gekeken zeker. Ook. Zeker, ja. Zeker. Ja. Nou, heel erg bedankt voor de informatie en ik wens je heel veel succes met de praktijk. Dankjewel. En ik heb het goed onthouden, toch? Minder melk, meer wijn. Dat klopt helemaal. Dat was een goeie. En minder brood. Weet je het zeker? Ja, minder brood helaas. Ja. Maar ik heb wel een goede alternatief voor je. Oké. Een heel goed vervanger is een smoothie te maken met wat groente en wat fruit. Oh, lekker. Ik kan wel eentje voor je maken. Ja, je ziet mijn hint, hè? Graag. Ja, goed, lekker. Oh, dankjewel. Op.